Spike, moet je nu alweer plassen? Dat is al de derde keer vanochtend. Zeg, kattenkop, hou je mijn plasgedrag bij of zo? Daar zit een luchtje aan. Veel plassen is een symptoom van suikerziekte. Vertoon je nog meer symptomen de laatste tijd? Nee, niet dat ik zo 1, 2, 3 kan bedenken, nee. Lieve Spike, weet je eigenlijk wel wat de symptomen van suikerziekte zijn? Nee. Wacht, bij niezen heb je suikerziekte. Nee, niezen is geen symptoom van suikerziekte. Oh? Ik help je wel een handje. De symptomen zijn vermageren, ondanks een goede eetlust, overmatige dorst en veel plassen. Zo werd bij mij de diagnose gesteld. Ik moest om de haverklap plassen. En jij tilt je poot ook continu op, Spike? Ik heb wel veel dorst de laatste tijd. Zie je, ik wist het. Je moet echt naar de dierenarts voor een controle. Oké. Ik zal aan mijn baasje vragen of hij een afspraak maakt. Maar wacht eens, mag ik dan mee in de superduper auto? Ja, Spike, je mag in de auto. Jee, hoe cool is dat? Oh, honden? Herkent u een van deze symptomen bij uw huisdier? Maak een afspraak met uw dierenarts.